bij het grootste congres van GroenLinks ooit. Wat ik belangrijk vind op dit moment in Nederland is dat we gaan verbinden. Ik was ook zo iemand tot vorig jaar van, maar wat kan ik doen? Wat voor effect heeft mijn steentje? Maar het heeft een groot effect als je dat dag in dag uit doet. Praat met je buurman, praat met mensen die je normaal gesproken niet spreekt, die niet per se bij jouw vriendenkring horen. Dit is Nederland. En wij zijn Nederlanders en wij moeten iets gaan doen aan ons land, zodat het volgend jaar hopelijk er beter voor staat. Hey, ik zei, Jesse, ben je niet bang dat Rutte straks gewoon voor de derde keer mensen weet om te lullen? En toen zei Jesse, ach Guido, weet je, maak je niet zo druk. Een theezakje is de eerste keer altijd het sterkst. Als je zuinig bent, kun je het nog een tweede keer gebruiken, maar de derde keer is de smaak er toch echt wel af. Aan de kiezer zou ik willen adviseren om eens na te denken wat je echt belangrijk vindt. Het is leuk dat de economie groeit, maar als er straks geen bomen meer staan, kunnen we niet meer ademen. Voor mij is de deur openzetten voor andere mensen altijd een veel beter signaal dan een muur bouwen. En dat is de reden waarom ik altijd aan de linker en aan de groene kant zit. Dat is hetgene dat ik belangrijk vind. Verlies je stem niet aan harde schreeuwers, maar aan mensen met praktische en hoopvolle maatregelen. Ik geloof dat GroenLinks de juiste leider op het juiste moment in een moeilijke tijd te pakken heeft. Niet alleen zijn levensloop symboliseert de hoop die dit land nodig heeft, maar je ziet het ook in zijn energie waarmee hij de partij leidt sinds hij is aangetreden. En die energie zie je terug. Vandaag hier in Utrecht, online, op de straat, niemand kan ons nog stoppen. Dit is die beweging. Dit is hoe wij Nederland in beweging krijgen.